In deze video ga ik laten zien hoe je grenzen kunt berekenen bij een normale verdeling met behulp van de HP Prime. Ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld en het voorbeeld zie je hier aan de linkerkant staan. We hebben een normaal kromme en de oppervlakte van het rechter rode gebied is 0,174. En de opdracht is bereken de waarde van A. Nou in de tekening kun je zien dat de A de linkergrens van het gebied is. En we moeten dus die linkergrens berekenen. Hoe doe je dat? Nou, als je bij een normale verdeling een grens wil berekenen met de HP Prime, dan moet je heel goed onthouden dat je met de Prime alleen maar een rechtergrens kunt berekenen. Hier zie je dat de A de linkergrens is van het gebied en die A die kunnen we dus niet direct berekenen. Want we kunnen alleen maar rechtergrenzen berekenen met de HP Prime. Dus eigenlijk moeten we er eerst even voor zorgen dat A een rechtergrens wordt. Hoe kun je dat doen? Nou, je weet de oppervlakte van het gebied rechts van de A. Die is 0,174. De hele normale verdeling is gelijk aan een oppervlakte van 1. Dus als je dan het gebied aan de linkerkant van de A wil weten, dan doe je 1 min 0,174. Dat gaan we even berekenen met de rekenmachine. Dus we doen 1 min 0,174. De uitkomst daarvan is 0,826 en dat is dus de oppervlakte aan de linkerkant van de a. Dit is de oppervlakte die we nodig hebben, want van het gebied links van a is a de rechtergrens en met de hp prime kun je alleen maar een rechtergrens berekenen. Nou, nu gaan we op zoek naar de optie waarmee we die rechtergrens kunnen berekenen. Daarvoor druk je op het gereedschapskistje, je gaat naar nummer 5 kans en dan selecteer je nummer 8 inverse. En dan nummer 1 normaal. Nu krijg je de optie normal ICDF en daarmee kun je dus de rechtergrens van een gebied berekenen. Nu beginnen we met het invoeren van de mu. De mu is 15. Na de mu komt de sigma. Maar dan moet je eerst even de comma intoetsen, dat is de comma boven de 8. Want daarmee geef je aan dat je doorgaat naar het volgende stukje informatie. Het volgende stukje informatie is de sigma, die is een 3. 2. Dan doen we weer de comma en dan doe je dus de oppervlakte van het gebied. Dat is dus het gebied links van de A, want dan is A de rechtergrens. Die oppervlakte staat hier, dus die is 0,826. Nu zie je dat we de gegevens hebben ingevoerd. We hebben dus een vaste volgorde. Eerst de mu, dan de sigma en dan de oppervlakte. En nu kunnen we met de enter het antwoord berekenen. Het antwoord zie je hier staan en als je dit afrondt op gehele, dan vind je voor de a een waarde van 18. En op deze manier kun je dus een grens berekenen bij een normale verdeling met behulp van de hp prime.